Ik ben Katja, ik ben 49 jaar en kom uit Nederland. Ik heb het DNRS-programma gevolgd in Zwitserland in december 2014 en dat is nu 7 maanden geleden. Mijn klachten zijn begonnen in mei 2008. Toen hebben wij een huis gekocht, een oud huis. Dat moest van beneden naar boven helemaal opgeknapt worden. Dat hebben we samen gedaan met een aannemer. Dus ik heb 3 maanden elke dag met de aannemer gewerkt. Dus in veel chemicaliën. Op een dag heb ik een muur gestuukt met voorgeprepareerde stukpasta. En daar werd ik heel erg ziek van. En toen ben ik die kamer echt uitgevlucht. Ik kon de klus niet meer afmaken. Maar vanaf dat moment heb ik allerlei symptomen ontwikkeld. Dus we hadden 3 maanden geklust. We verhuisden naar het nieuwe huis. En we woonden nog in de verbouwing, dus we verbouwden verder. En mijn klachten bleven en verergerden, dus ik ben op een gegeven moment naar de huisarts gegaan. En die wist het eigenlijk ook niet zo goed, die kon het niet duiden. En die heeft mijn inhalatiemedicatie verhoogd. Dat hielp niet echt. En toen heeft ze me doorverwezen naar een allergoloog. Die heeft allerlei testen uitgevoerd en die zei dat er niks aan de hand was. Mijn symptomen had ik ook voor een deel 's nachts. Dus dat betekent dat ik niet kon slapen. Of heel weinig. Op geen één plek in huis lukte het meer. En uiteindelijk sliep ik op een matrasje in de badkamer. Met mijn hoofd bij de buitendeur. En de buitendeur was open. Ook in de winter. Bij min 10. Dan sliep ik ongeveer 3-4 uur per nacht. We hebben na 2 jaar in dit huis geprobeerd te hebben om daar te wonen. Kon ik er nog maar 10 minuten per dag eigenlijk zijn. Dus we zijn gevlucht. Hebben we een tijdelijke een flat gehuurd. En in die tijd zijn we gaan zoeken naar, is er iets in huis wat we kunnen aanpakken waardoor ik terug kan. Dat hebben we heel lang gedaan. Nou, dat hebben we niet kunnen vinden. En toen uiteindelijk hebben we moeten besluiten om het huis te verkopen. Wat we echt heel verschrikkelijk vonden, omdat we het helemaal zelf hadden opgeknapt tot een prachtig huis. Dus we hebben dat huis verkocht. En zijn nog in die tijdelijke flat blijven wonen en hebben toen een nieuwbouwhuis gekocht, 10 jaar oud. En we wisten toen nog steeds niet wat ik had en we dachten, nou, een huis waar je niks aan hoeft te doen, dat moet goed zijn. Dus daar zijn we ingetrokken en daar ging het ook mis. Uiteindelijk moest ik ook weg uit de tijdelijke flat die we huurden, omdat ze daar de balkons gingen renoveren met een hele giftige materiaal waar ik ook ziek van werd en dat heeft het hele verhaal nog verergerd. Toen was er geen plek meer om te wonen, behalve een caravan. Dus ik ben in een caravan gaan wonen. En daar ging het soms goed en soms ook niet. Ook die caravan was niet een plek waar ik safe kon wonen. En dat is denk ik ook wel het ergste, het meest dramatische moment geweest, denk ik. Dat ik op een gegeven ogenblik me realiseerde, als ik hier niet kan wonen, waar kan ik dan naartoe? Dan weet ik het niet meer. Dus dat was het moment dat ik dacht, nou, daar is geen, ik heb geen uitzicht. Ik heb geen perspectief meer. Ik wist niet meer hoe ik mijn leven moest leven. Ik heb in al die jaren 5 huisartsen versleten. En 10 specialisten. En een heleboel alternatieve artsen, genezers. Huisartsen die verklaarde me voor gek en die wilde me ook niet meer helpen. Dat was heel erg. Ik ben doorverwezen naar specialisten. Allergologen, longartsen, dermatoloog, KNO-arts, internist. Die allemaal geen flauw idee hadden. Ook geen idee hoe ze me moesten helpen. Vonden het ook raar. Sommigen zeiden dat ik naar de psychiater moest, naar de psychotherapie. Dat ik niet goed tussen mijn oren was. Dus daar ben ik op een gegeven ogenblik mee gestopt. Omdat ik dacht, nou, volgens mij ben ik wel echt ziek. Ben ik in het alternatieve circuit gaan zoeken. Heb ik homeopathie gedaan, acupunctuur, bioresonantie, darmspoelingen, natuurartsen, allerlei korreltjes geslikt. Ik heb ingestraalde draadjes op mijn huid gedragen. Ik heb koolbladeren gedragen op mijn huid. Spirituele genezers. En niks hielp. Om wanhopig van te worden. Ik denk dat
alles bij elkaar uit mij ongeveer een ton gekost heeft in euro's. We hebben 2 keer een huis verkocht, gekocht en verkocht. Ik had inkomstenderving omdat ik in eerste instantie geen uitkering kreeg. Na een tijdje had ik wel een kleine uitkering, maar ik kon niet werken. Dus ik kon niet verdienen. We hebben heel veel geld gestoken in onderzoek in het, met name het eerste huis. Daar zijn allerlei mensen geweest om te kijken of er straling was, geesten. We hebben ozonbehandelingen gedaan. Je kan het zo raar niet verzinnen wat we in het huis hebben gedaan, wat heel veel geld heeft gekost. Alle alternatieve geneeswijzen moest ik natuurlijk zelf betalen. En op een dag zocht ik op een forum naar mondkapjes, omdat ik wist dat sommige mensen dat gebruikten. En in een bijzin schreef iemand, ik ben bij Annie Hopper geweest. En toen heb ik haar gegoogeld. En toen kwam ik op een YouTube filmpje waarop zij spreekt op een congres voor artsen in Amerika. Dat duurt geloof ik 50 minuten. Ik heb dat filmpje denk ik wel 3 keer bekeken. Ik heb alleen maar ademloos gekeken naar wat en geluisterd naar wat zij zegt. Alles wat zij zei, daarvan dacht ik, dit gaat over mij. Alles. Ik heb echt met open mond, flapperende oren, dit is mijn verhaal. Zij weet wat er is. Zij weet vooral ook wat ik moet doen. Annie en Candy doen het echt waanzinnig goed. Ze leggen uit hoe het werkt in je brein. En tegelijkertijd leer je het stappenplan. En het is echt een adrenaline kick waar je in terecht komt met elkaar. En dat geeft ongelofelijke energie en motivatie om te gaan trainen. Je moet elke dag trainen, een half jaar lang. Een uur per dag. Dus het is heel, heel belangrijk om te in die groep te leren en te oefenen en te weten dat je niet de enige bent en dat je het samen doet. Dus ook, we hebben een half jaar lang elkaar ondersteund, geholpen, veel op het forum geschreven, elkaar gesproken en geoefend op Skype. Het is echt, het is een bommetje waar je in terecht komt. Ik heb 3,5 maand getraind, elke dag, waar ik ook was. Een uur per dag, zelf en met de andere deelnemers uit de groep op Skype. En na 3,5 maand had ik geen symptomen meer. Dat betekent dat ik merkte het als eerste dat ik niet meer reageerde op schimmel. Dus gewoon beschimmeld fruit, wat in de fruitschaal kon liggen. Daar kon ik doodziek van worden, had ik geen last meer van. Ik kon tegen bloemen, waar pesticiden op zit. Ik kon tegen nieuwe boeken, ik kon tegen de krant, ik kon tegen asfalt, wat ze hier in de straat aan het doen waren, asfalteren. Ik kon eigenlijk tegen alles. Het ontroert me als ik het zeg, merk ik zelf. Ik heb mijn leven terug. Ik heb gewoon mijn leven terug. Dus daar waar ik 1,5 jaar geleden niet wist hoe ik het nog moest doen, kan ik nu echt alles. Ik kan alles doen wat ik wil. Ik kan overal tegen. Ik kan tegen alle geuren. Ik kan alles gebruiken. Ik kan alles kopen. Ik kan overal naar binnen, in elke winkel. Ik kan vliegen in een vliegtuig. Ik kan alles. Ik zou tegen mensen die MCS hebben, niet tegen schimmel kunnen, niet tegen straling, tegen wifi, alle gerelateerde klachten aan het limbisch systeem, zou ik zeggen, doe dit programma. Als je even kan, ga daarheen. In die groep. Die groep sleep je er doorheen. En je moet je eraan committeren. Je moet het doen, je moet het besluiten. Volg de regels, ook al begrijp je het niet. Je moet het doen. Van niet leven naar wel leven. Echt. Van niks meer kunnen naar alles kunnen. Het is echt 180 graden. En je moet het doen. Het is volgens mij, in mijn ogen, wat ik weet, wat ik heb geprobeerd, de enige kans om hier vanaf te komen. Het enige wat het vraagt is een half jaar tijd. Voor sommige mensen iets langer, voor sommige mensen iets korter. En discipline. Dat is het. Je wordt er heel blij van als je het doet.